Deze installatie laat eigenlijk zien dat je van mest duurzaam gas kunt maken. Groen gas, wat we keihard nodig hebben om bijvoorbeeld huizen te verwarmen die op een andere manier niet kunnen worden verwarmd, omdat ze zo slecht geïsoleerd zijn dat het niet haalbaar is. Of bedrijven die op een andere manier hun bedrijfsproces niet kunnen elektrificeren of op een andere manier kunnen uitvoeren, die hebben duurzaam gas nodig. Dus dit soort installaties zijn heel erg belangrijk. Het groen gas dat hier geproduceerd wordt zal ongeveer compenseren voor een kleine 3000 huishoudens. Dus dat is een behoorlijke stap die we in deze regio in Zenderen maken. En dat wordt ingetakt op het normale aardgasnetwerk wat hier in deze regio ligt. En het kost ons geld om die mest kwijt te raken als je zelf niet voldoende grond hebt. En het kan hier gewoon naar Zenderen toe en dat kost mij dan ook wel geld. Maar het wordt gewoon compleet verwerkt als enkelvormige grondstoffen die ook weer gedeels in de landbouw kunnen worden gebruikt. Er komen hier ongeveer 40 vrachtwagens met mest per dag. Komt uiteindelijk in die vergistingssilo's die u daarachter ziet. Het groene gas wordt daar gewonnen. En daar ziet u nog een aantal hygiënisatiestappen. En daar maken we dus de kunstmestverbeteraar. Er wordt hier uit varkensmest op 200.000 kuub schoon water teruggewonnen. En dat gaat gewoon hier naar het retentiegebied. Dat wordt hier neergezet op de rivieren die hier lopen. En in die zin beperkt dat de droogte in deze omgeving. Het vangt bij mij van mijn varkensbedrijf praktisch alle stikstof af, omdat mijn mest vrij snel van het bedrijf afgaat. Dus geen stikstof meer kan emineren, met een mooi woord. Dus die stikstof die raken wij eigenlijk vrij snel kwijt. Dus wij hebben dan een emissiearm systeem. Dus er komen hier allerlei opgaven samen in één installatie. De oplossing die we hier bieden is echt een monovergister. Dus er worden geen andere stoffen vergist behalve varkensmest. Dat is echt uniek. En de grootschaligheid van deze oplossing is ook uniek zeg maar, in West-Europa. En is een prachtig mooi voorbeeld hier in Overijssel. Want feitelijk zijn er geen alternatieven behalve zeg maar, een kleine vergister bij de boer lokaal. Of uitrijden op het land. Wat zeg maar, een heel slecht alternatief is omdat dat gewoon niet bijdraagt aan een duurzame maatschappij. En deze installatie wel. Deze installatie, daarmee hebben we laten zien dat het kan. Dat je groen gas kunt produceren op een hele verantwoorde, duurzame manier. En daarom hebben we meer van dit soort installaties nodig.